dit filmpje willen we graag de jury van de Boekenbon Literatuurprijs 2021 aan u voorstellen. Bij de samenstelling van de jury gaat het natuurlijk altijd om twee dingen. In de eerste plaats de individuele kwaliteit van de juryleden en natuurlijk moet de jury een goed team zijn. En daar zijn we dit jaar heel goed in geslaagd. Als redacteur van de Standaard ter Letteren ben ik op zoek naar een boek dat iets vertelt over hoe mensen in elkaar zitten, over de wereld waarin we leven. Ik hou van scherpe, slimme observaties en die mogen klein zijn of zelfs banaal, zolang ze maar iets universelers vertellen. Tot slot moet een auteur iets bijzonders doen met taal. Ik schrijf over literatuur als recensent en ik verkoop boeken in de boekhandel. Een goed boek weet mij te veroveren via de taal. Ik hou van taal die weerbarstig durft te zijn en die tegelijk het gevoel geeft dat het verhaal zich onmogelijk in andere woorden kan laten vatten. Ik ga dus op zoek naar die boeken waarin vorm en inhoud een onlosmakelijk geheel vormen. Nou, een boek moet me aan mijn lurven een geloofwaardig verhaal intrekken. Met personages van vlees en bloed. Maar daarnaast moet er een diepere laag zijn die me aan het denken zet over het mens zijn. En dat alles liefst in een poëtische stijl. Als in- en verkoper van boeken komen er heel veel titels op mijn pad. En ik lees ook heel veel, breed en overal. Lezen is voor mij een analoge ervaring. Dus ik lees altijd van papier. En wat ik zoek in boeken zijn verhalen die meer vertellen dan datgene wat er geschreven staat. En mijn gouden regel is, altijd een boek bij je. Want een situatie waarbij je geen goed boek binnen handbereik is, die wens ik mezelf niet toe. Een goed boek moet je meenemen naar een plek waar je een blinde vlek voor hebt. Een nieuwe wereld laten zien. Dat zou mooi zijn, maar eigenlijk is het heel lastig om van tevoren vast te stellen waar een goed boek aan moet voldoen. Want het is vaak een onverwachte ontmoeting. En een goed boek kan een buitengewone vriendschap blijven die je voor de rest van je leven bijblijft. Maar een goed boek kan je ook volledig verraden en gedumpt in de hoek van een kamer achterlaten. Ik hou nog steeds van literatuur die niet zo maatschappelijk is, die het antisociale, het eigenzinnige benadrukt, die de vrijheid viert. Maar tegelijkertijd wil ik ook dat het iets zegt over de wereld waarin we leven, de maatschappij waarin we leven, de tijd waarin we leven. En als een boek daarom voldoet, ja, dan ben ik heel erg gelukkig. Dit jaar zal ik de jury voorzitten. En dat betekent dat ik het juryproces goed in de gaten moet houden. De jury gaat nu aan het werk en komt na de zomer met de longlist, vervolgens de shortlist en op 11 november zullen wij de winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs bekendmaken.